De ontruiming van een illegale houseparty bij Moerdijk is zo goed als afgerond. Nagenoeg alle bezoekers hebben het terrein zonder problemen verlaten. Sinds gisteravond leverde de toestroom van duizenden jongeren naar het illegale feest problemen op. Vanmiddag besloot de gemeente Moerdijk met inzet van honderden ME'ers het feest te beëindigen. Het feest zou 3 dagen en nachten duren, maar binnen een dag is het afgelopen. Heel jammer. Erg jammer. Maar ja. De festivalgangers komen uit heel Europa. Het zijn vaste bezoekers van houseparties die verspreid over het continent gehouden worden. Aangekondigd via sms, internet en mond-op-mond reclame. Niet commercieel en zonder toestemming. Oké, sectie 2, halt houden, nu. 4 uur. 650 man mobiele eenheid uit de regio en ver daarbuiten rukt uit om het terrein te ontruimen. Volgens de gemeente is de situatie levensgevaarlijk. Het terrein ligt ingeklemd tussen 2 chemische fabrieken. Onder het terrein liggen leidingen waar mogelijk het brandbare propaan in zit. Een oproep van de gemeente om vrijwillig te vertrekken werd eerder op de dag niet opgevolgd. Ik blijf hier totdat het echt fout gaat. Als er echt 700 politie aan zien komen, dan pak ik mijn spullen wel. Maar, Die folder, daar ben je nog niet van onderdeel. Ja, die folder die ga ik inlijsten thuis. Dat vind ik wel mooi. vind ik wel mooi A4'tje. Dat staat wel mooi aan de muur. De gemeente vindt het festival ook te gevaarlijk omdat er geen voorzieningen voor de bezoekers zijn. Dat is totaal nergens op gebaseerd. Op internet en via de telefoon hebben we allemaal goed instructie gekregen. Neem genoeg water mee, neem afvalzakken mee. Maak er geen zooitje van. En zo gaat het hele jaar door, zo gaat het altijd. Het is hier beter verzorgd en minder commercieel als Awakenings, Impulse Outdoor, Dance Valley, Lowlands. Maar vooral na Dance Valley nemen gemeentes geen enkel risico. Ja, nou, de mensen mogen van het terrein af, dat is de bedoeling. Er mag niemand van het terrein meer op, maar ze mogen wel het terrein af. Dat zijn de instructies die we nu gekregen hebben. Bah ouais, ils arrêtent tout là, alors que c'était tranquille. C'était bien là. On était bien, tranquille, et voilà quoi. N'est pas nécessaire de arrêter. Bah non. Noodgedwongen en druppelsgewijs vertrekken de bezoekers op naar het volgende feest. Het gerucht gaat vanavond ergens op het strand.